nou gewoon mijn bandje los? En dat heb ik nu gedaan. Er komt een meet and greet. Ja, ik vind het ook heel erg gek. Zie ik er helemaal comfy en pilates queenie uit? Ik voel me lelijk, ik voel me vies, ik voel me dik. Hele goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Zoals jullie weten is Rebecca deze week even weg. Dus lekker naar Spanje. Even ertussenuit. En ik ben deze week dus lekker thuis met de kinderen. Ik moet wel gewoon werken. Dus het is pas vandaag woensdag. Rebecca kwam met het idee van maak een leuke weekvlog. Maar ja, ik moet ook gewoon werken. Dus en vandaag ben ik vrij. En vandaag gaan we met deze twee ratten. Deze twee boeven. Naar, waar gaan we naartoe? We gaan naar Sprookjes Wonderland, want dat wilden ze heel graag. Vanavond gaan we op McDonald's. Oh, en Revi zegt vanavond gaan we naar McDonald's. Oké, nou dat zien we dan nog wel, hoe lief jullie zijn. Maar het is nu inmiddels 8:30. Kinderen zijn actief, ik ben actief. En we gaan even eten, klaarmaken en dan gaan we er vandoor. En dan gaan we lekker spelen. 30 minuten. Jongens, hebben jullie er zin in? Ja. Zo, ja. Revi, jij ook? Nou, Revi heeft er echt heel veel zin in. Let's go! Waar gaan we naartoe? Duitsland. Gaan we naar Duitsland? Ja. Ja? Oh, jij bent sterk, jij bent sterk. Ik ben trouwens echt super slecht in vloggen. Ik ben natuurlijk niet gewend. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Maar ik doe maar wat. En we zien wel wat het wordt. Deze twee zijn vermakers in ieder geval met oma. Gaan we het Sprookjesbos in? Ja. Nou, dan gaan we lekker het Sprookjesbos in. Dan, ik zie nog een plekje. Ik zie nog een plekje. Je kunt hier pas naar binnen als ik klaar ben met dit raam. Nou, dus de highlight van de dag. De speeltuin. Het is inmiddels bijna 4:00. En we gaan zo meteen lekker naar huis, hè? Anyhow. Wij gaan straks lekker naar huis. Anyhow. Wij gaan straks lekker naar huis. En dan gaan wij heel misschien wat lekkers eten. Maar dat weet ik nog niet. Oeps. Kijk waar wij per ongeluk zijn beland. Nou, wij zijn weer thuis. Het is inmiddels 7:00. 7:10. Kinderen, ik ben gedoucht. Kinderen gaan zometeen lekker naar bed. Ze hebben een leuke dag gehad. Ik ook. Ze zijn wel moe. Want Leo lag al te slapen in de auto. En Revi die was ook bijna vertrokken. Het was een leuke dag vandaag, hè jongens? Nee. Zomaar. Ja. Nou, Revi vond het niet leuk in Leo. Ja, ik wel. Oh ja, zie je? Een hele goede morgen. Ik wilde niet vloggen. Want ik ben 2 weken geleden teruggekomen uit Malaga. En toen kreeg ik een gigantische koortslip. Ik vraag me ook af of dit een koortslip is. Want het wordt per dag erger en het loopt ook helemaal naar boven toe. 3 jaar lang geen koortslip gehad. En ineens dacht ik, hè? Oh, daar is hij. En ik dacht, nee, ik ga wachten tot het over is. Want ik vind het er zo smerig uitzien. Maar ja, vorige week kwam er geen vlog online. Dan zou deze week geen vlog komen. En volgend weekend zijn wij weg. Dus dan is de grote kans dat ik het die week daarna ook niet red. Zo, komt dat door je schoenen? Ja? Ik kan daar ook zitten. Mitchell die werkt vanaf deze week weer op kantoor op de maandagen. Het is maandag trouwens. Hier is Leo. Leo is een kok. Gisteren hebben we eindelijk even hun kerstcadeau in elkaar gezet. Namelijk dat marktkraampje van de Hema. En wij gaan nu naar de Hema. Nog wat spulletjes kopen ervoor, hè. Want ze hebben tompoesen en donuts. Dus nou ja, ik wilde dus eigenlijk niet gaan vloggen. Mede door dit. Ik heb wel een hele fijne week gehad in Malaga. Bewust niet gevlogd.
wel dagvlogs gemaakt op TikTok en Insta. Maar er is zo weinig interactie op die video's dat ik echt een beetje baal dat ik niet toch voor YouTube ben gegaan. Want hier zijn jullie gewoon veel meer van het reageren. En ik vind dat gewoon heel erg fijn om dat allemaal te lezen. En op die reels op Insta heb ik gewoon amper reacties gehad. Dat ik echt denk, nou, ik vind het zo jammer. Poes, Maki. Hallo, poes. Ik weet dat het niet draait om reacties, maar ik ben de laatste die zal ontkennen dat ik reacties niet heel erg fijn vind. Dus, lang verhaal kort. Mocht je willen zien hoe mijn weekje in Malaga was, dan kan je dat zien op Insta. Als je daar dan toch bent, reageer even. Wij gaan even naar de HEMA. Revi is natuurlijk gewoon op school tot 2 uur. En jou, ik ben toch maar weer begonnen met vloggen, want ik mis het. En ik wil aankomend weekend ook vloggen. En dan zou het zo lang duren allemaal voordat er wat online komt. Ik dacht, we doen deze week er gewoon lekker bij. Wat zijn mijn nagels ook vies. Wat is dit allemaal? Ik voel me helemaal gewoon ranzig. Mijn haar is ook vies. Uitgroei, nou. Kijk, hè. Ik denk dat ik ongesteld moet worden, want ik zit gewoon weer heel naar in mijn vel en dan vet haar, uitgroei, lip. En mijn nagels werkt ook allemaal niet echt mee. Is deze open? Nee, die is dicht. Ik had dat open. Jullie zijn voor mama. Ook voor ons. Nou, jullie hebben groen, mama heeft roze. Ondertussen heb ik wel heel veel bovenop geruimd. Er zijn 2 mega vuilniszakken naar Rattenplan gegaan, vol met speelgoed. En die zaten echt vol. Zit hier nou plakband? Oh nee, niet. Oh, mooie taart. En we hebben ook even tompoesen gehaald. Die gaan we nu langsbrengen bij papa's werk. Ik dacht leuk voor al zijn collega's, maar hij zit daar met 1 collega. Kijk eens. Zal ik hem op je bord doen? Oeh. Oh, wat een zo mooi. Nou, en dit is Mitchell's werk. Oh, dat mag ik er niet opzetten. Waarom niet? Vind je het niet erg als ze weten waar je werkt? Nee, joh. Hier werkt hij. Hier werk ik. En deze hebben we net gekocht. Ik heb mijn spikkels. Dat is eigenlijk het enige wat er leuk uitzag. Hey Leo, ben je lekker aan het werk? Ja. Ja? Voortaan breng ik hem hier op maandag. Ja. Oh, hele maandagochtend alleen. Lekker. Kunnen hier lekker Ja. Nou, hij heeft het erg leuk, denk ik. Hier, hele fitnessballen. Zit hier met een laptop in plaats? Ja. Het is dus 4:30. Ik heb maar even de boodschappen besteld. Want anders werd het weer afhalen of ongezond. En daar heb ik geen zin in. Hadden we gisteren ook al. Nu willen ze heel graag een stukje wandelen. Dus ik dacht, nou oké. Okay. Als Mitchell dan straks thuis komt, kan hij gelijk het eten maken. Anders zou ik dat nu doen. Maar ze willen heel graag naar buiten. En het is gewoon lekker weer. Dus dan moet je keuzes maken. Hij ben klaar. Liggen daar doekjes? Ja, eigenlijk doekjes. Oké. Ik moet even mom life hebben. We hebben verder niet heel veel gehaald. Die taart hadden jullie natuurlijk al gezien van Leo. En ik heb alvast een klein cadeautje gehaald voor moederdag en voor mijn moeders verjaardag. Mijn moeder is namelijk 18 mei jarig. En dat is altijd zo dichtbij op moederdag. Jas dicht. Nee. Nee? Jas dicht? Wel? En? Let's go! Yeah. Oké, het lijkt dezelfde dag, maar het is een andere dag. Het is namelijk dinsdag. Het is nu 9:30. En ik heb net met een bakje koffie Ex on the Beach gekeken. Ik ga daar zo goed op. Ik vind het alleen irritant dat er gewoon echt een week tussenstop in zit. En de afleveringen zijn al zo kort. Dus eerder het moment dat ik er al in zit, is het alweer afgelopen. Ik wilde vandaag lekker veel gaan doen. Maar nou, zoals ik gisteren al zei, ik heb het idee dat ik elk moment ongesteld kan worden. Want ik voel me lelijk, ik voel me vies, ik voel me dik. En ik ben vandaag, of tenminste vannacht, ongesteld geworden. Dus ergens denk ik, oké, daar komen dus al die gevoelens vandaan. Helpt natuurlijk niet mee dat ik deze lip heb en onwijs vet haar. I mean, kijk. Ik krijg ook altijd heel erg huidhoofdpijn als mijn haar zo vettig is. Wat wou ik zeggen? Oh ja, aangezien ik toch moet gaan douchen, wil ik eigenlijk even wall pilates gaan proberen. Ik weet niet of dat te veel gevraagd is van mijn boobies. En ik zit te bedenken, ik heb ook nergens echt een lege wall waar ik het kan proberen. Oh ja, nadat ik gedoucht heb. Heb ik een leuk nieuwtje. En zeer waarschijnlijk kan je het in de thumbnail al lezen. Of in de titel. Ja, ik ga het eindelijk doen. Ik ga het gewoon doen.
Oké, de sportlegging is aan. Ik wilde de kamer laten zien van Revi, want ik ben hier echt keihard mee bezig geweest. Alleen ze hebben gespeeld, dus het is nu weer chaos. Letterlijk vanochtend nog heel veel gespeeld, dus het ligt nu even zo. Dit is de bedoeling dat hij ook weggaat, maar uiteraard gaan ze daar dan weer keihard mee spelen. Net als deze, die zou tijdelijk even naar Sanne gaan. Daar wordt nu ineens weer heel veel mee gespeeld. Maar eind van de week ga ik hem alsnog even brengen. Of volgende week. Deze heb ik nieuw. Dit vind ik echt zo schattig. Tenminste, die hebben we gekocht voor kerst. Afgelopen kerst. En die is nu eindelijk in elkaar. En ze zijn hier zo leuk aan het spelen met z'n tweeën. En dan gaan ze om en om gaan ze dingen verkopen aan elkaar. En daar dan ook een weegschaal. Nou, echt super leuk. Die hebben ze ook nieuw. Dat zijn van die napraatbeesten. Hier stond die gigantische stoel. Deze. Maar ik weet ook nog even niet wat ik hiermee moet. Ik vind het zonde om hem zomaar weg te doen. Hier staan heeft ook geen nut. En hier is heel veel weg. Daar lagen dozen, daar lagen dozen. Dit ga ik binnenkort gebruiken voor een cadeautje voor iemand. Deze heb ik van een imker gekocht, dus die kan ik gewoon echt niet wegdoen. En dat wil ik ook binnenkort gebruiken voor een cadeautje. Dus dan ligt er alleen nog plastic. Twee van die grote Disney bubble dingen en Playmobil. Nu heb ik hier mijn matje neergezet. Dus ik ga letterlijk tussen hun twee bedjes in. Deze nog even die kant opschuiven. Ga ik mijn walpie laten doen. Ik zag dat die 15 minuten was. Dus dat is ook echt niks. Tenminste, ik zeg nu wel dat is niks. Maar voor een eerste keer weer sporten is dat waarschijnlijk wel heel wat. Dit is de 28-day walpie laten challenge van Jenna Collins. Oh, ik heb helemaal geen ruimte hiervoor. Ga weg. Zij ligt er zo comfy en straight bij. Ik ben echt zo'n houten plank. Zie ik er helemaal comfy en pilates queenie uit. Oh. Hoe ga je dit doen? Oh, ik heb in mijn leven nog nooit zo stijf gevoeld als dit. 15 minuten dacht ik, dat doen we zo. Oh, ik glij gigantisch weg. Hoe houdt zij haar been recht, maar wel plat op de muur? Ik snap het niet. Dat kan ik niet. Oh, dat kan ik wel, maar dan kom ik niet zo hoog. Het ziet er zo makkelijk uit en dan ben je het aan het doen. Oh. Elke bot in mijn lijf is gewoon aan het kraken nu. Kijk, en dan denk je, oh, een kwartier, dat is zo voorbij. Het is ook zo voorbij, maar dat wil niet zeggen dat het niet zwaar is. Oké, en nu ga ik heel even nog wachten of ik meer moet zweten. Geen restricties naar mezelf toe. Ben ik al gespierd? Ja, oh ja, zo lijkt het wel wat. Zie, is niks. Inmiddels is het bijna 1 uur en zoals je kan zien heb ik nog steeds niet gedoucht. Ik heb wel geluncht en dat was echt heel lekker. Maar ik ben dus aan het wachten op mijn neefje, want die appte dat hij wilde komen. Dus ik zeg juist goed, maar ik moet wel zo douchen. Dus hoe laat kom je? En nu geeft hij dus geen antwoord meer. En nu ben ik aan het wachten, want als ik eenmaal onder de douche sta, dan sta ik daar voorlopig wel even. En ik heb geen zin om er dan uit te moeten, hem binnen te laten, bla bla bla. Als lunch had ik trouwens zo'n bloemkool wrap met cottage cheese, avocado en een eitje. Ik had er anderhalf van, want die andere wrap die was zeg maar hard geworden, omdat ik hem niet goed had dicht gedaan. Dus ik had het harder gewoon afgesneden en had dus een halve. Dus dat was heel erg lekker. Ik heb wat filmpjes gekeken. Dat programma volgens mij is al heel oud, maar het wordt nu telkens opnieuw geüpload. Van jouw huis op orde of je huis op orde. En ik kwam een beetje tot ontkenning, ontdekking, maar ik moet het ook ontkennen, dat ik zou heel erg goed mee kunnen doen aan dat programma. Want ja, ik heb het nooit onder stoelen of banken geschoven. Ik heb heel veel spullen. Heel veel spullen en ook heel veel moeite met het wegdoen ervan. En zo zit ik bijvoorbeeld keihard vast te houden aan allerlei tassen met kleding. Zo van, ik ga ooit op de markt staan. Bij de eihallen. Maar hoe ik er nu over nadenk, gaat dat niet gebeuren. Ik ga niet naar de eihallen en ik ga mijn kleding niet verkopen. Dus nu heb ik zoiets van, weet je, als ik nu in zo'n bui ben van, het moet weg, dan moet ik dat ook eigenlijk gewoon echt gaan doen.
Net als die twee mega zakken kleren. Nee, speelgoed van de kinderen. Weg. En ergens heb ik zoiets van, maar je ziet nog steeds niet dat het weg is, want het oog nog steeds hetzelfde. Maar als ik dat over alles blijf denken, dan blijft het zich opstapelen. En dat is gewoon niet helemaal de bedoeling. Dus eigenlijk even een lang verhaal kort. Totdat mijn neefje hier is, en het is nu dus 1:03, ga ik naar de zolder. En kijk, het begint eigenlijk al hier op de trap. Alleen maar spullen. Echt ontzettend veel. Ja, dit is gewoon de was. Maar het is spullen op spullen op spullen. Maar dus ook allemaal kleding wat ik dan ooit ga verkopen. Maar ik ga het niet verkopen. Ik weet dat ik het niet ga doen. De drankkast die staat hier. Want die hadden we afgelopen kerst hadden we die naar boven gedaan. Want ik vond het een mooie plek voor de kerstboom. En nu dat die weg is, geeft het me heel veel rust beneden. Want dat was echt een opslagplek voor van alles. En nu staat hij hierboven zo van, ja, het is een hele mooie kast. We willen hem niet wegdoen. Wie weet gaan we ooit verhuizen naar een groter huis. En dan wil je hem wel en bla bla bla. Maar als we realistisch gaan kijken, gaat dat ook niet gebeuren. De zolder komt echt letterlijk op je af. En het lijkt mij zo fijn om deze zolder een keer aan te pakken. Dat ik er een werkplek van kan maken. Waar ik gewoon mijn video's kan editen. Mijn adventkalenders kan opnemen. Met een leuke kerstige setting. En dit is verder de situatie hier. Dit is dus een zak met kleding van, oh, op de markt kan je dat wel ooit verkopen. En volgens mij ligt daarachter nog een zak met kleding en nog één. En aan de andere kant, die kamer, daar om het hoekje staat nog een tas met kleding. En verder had ik dus ooit die bakken gekocht om wat extra, ja, spulletjes in op te slaan. Wat dan gewoon netter oogt dan al deze tassen. Ik heb hier bijvoorbeeld allemaal spulletjes die ik wegdoe. Wat gewoon heel erg leuk is. Ook allemaal gewoon nieuw. Maar ik wil dus binnenkort mystery pakketten maken. Dat is dan voor de meeting die ik ga geven. Dus de meet and greet. Waar ik na het douchen meer over zou vertellen. Maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. En ik heb gewoon zoveel leuke nieuwe spullen. Hier volgens mij ook nog een hele tas met nieuwe spullen. Nieuw in doos, nooit gebruikt. En dat wil ik dus wel bewaren. Maar misschien kan ik dat even in een kist doen om het overzicht te houden. Hier ook nog heel veel spulletjes voor de mystery bags die ik wil gaan maken. En echt alles is nog nieuw. Dus dat is natuurlijk super leuk. En tegen de tijd dat ik adventkalenders ga doen, komt er alleen nog maar meer bij. De meid is gedoucht. Ik heb inmiddels ook een bakje koffie gezet. En hier lijkt de chaos alleen maar erger geworden. Maar dat is het niet. Althans, dat is het wel, want ik ben nog lang niet klaar. Hier hebben we een soort van ruimte gecreëerd. Oh my god, ik ben buiten adem. Hier een klein tasje met spulletjes wat ik zelf wil houden. De schone was. Een tas vol met tassen en nog een tas vol met tassen. Twee tassen met afval, wat overal vandaan kwam. En dan spullen om te doneren. Kleding om te doneren. Speelgoed om te doneren. En nog wat kleding en dus ook voor die stichting. Deze hele bak heb ik uitgezocht. Dat is dus voor de mystery dozen die ik ga samenstellen. Of de mystery tasjes. En daaronder nog wat leftover kerstspullen. Hier dan nog lege dozen. En dit ga ik even vragen of een vriendin van mij dat wil hebben. Dat is heel erg mooi sportkleding. Zelf gekocht. Helemaal nieuw. Maar ik pas het net niet. Cadeaumandje wat ik binnenkort weg ga geven. Dus nou ja, echt wat laatste onzin dingen. Maar uiteindelijk lijkt het ons het mooiste om hier een schot te hebben. Want iedereen heeft wel troep op zolder. Lijkt me, denk ik. Ga ik een soort van uit. Als het mooi achter een schot staat, dan zie je dit ook niet meer. Dit moet ik nog even passen. En dan zijn dat bijvoorbeeld de studiolampen, Halloween dingen, bla bla bla. Dus op zich lijkt het alsof hier niet heel veel gebeurd is. Maar dat komt en door de was. En door alles wat dus uiteindelijk weggaat. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Dan neem ik jullie even mee naar beneden. Want we zouden het nog even ergens over hebben volgens mij. Ik zit natuurlijk al heel wat maanden slash jaren na te denken over een meet and greet. En ik durfde de stap nooit te zetten. Want ik dacht, ja, straks sta ik daar met twee mensen. Heb ik al die moeite gedaan om iets te organiseren. En dan sta je eigenlijk een soort van voor lul, want er komt niemand. En toen was ik natuurlijk een tijdje geleden op het feest van Charlotte. En ik heb daar zoveel mensen gesproken die zeiden, wanneer ga jij het doen? Of als jij er een organiseert, ben ik er ook weer bij. En toen dacht ik, weet je, wat nou als ik het niet gewoon ga doen? Dus ik heb op Insta gevraagd van, hey, Lelystad is best wel centraal. Wat nou als ik het gewoon in mijn eigen stad ga doen?
dat het ook gewoon lekker dichtbij is voor mij. Dat ik een locatie zoek waar je makkelijk kan komen met het OV. En wat voor iedereen een beetje te doen is. Want heel veel mensen zeiden wel, ja, doe dan Utrecht. Maar dat vind ik zelf heel erg lastig. Ik ben en blijf natuurlijk iemand die een beetje paniekerig is in het verkeer. En ik ga niet met al mijn spullen met de trein. Want ik gok dat ik heel veel spullen mee ga nemen. Dus ik heb even contact opgenomen met een paar verhuurders hier in Lelystad. Waaronder dus Van der Valk. Die hebben zeg maar de hele skybar wat je kan afhuren. Dus ik heb daar offertes voor gevraagd. Ik heb er nog eentje op gevraagd. En eigenlijk doordat ik dat allemaal ging mailen met die bedrijven. En dat ik ook een lijstje ging maken van goodie bags. Of van bijvoorbeeld mensen die ik wil uitnodigen die met een steentje komen. Zodat ze leuke dingetjes kunnen verkopen. Ik zat het een beetje te bedenken hoe leuk ik het zou vinden. En ineens dacht ik, ik moet dit doen. Ik moet dit doen, want het voelt zo goed. En nu ik er eenmaal mee bezig ben, krijg ik er ook echt heel veel energie van. Maar toch blijft ergens altijd dat onzekere kleine meisje van mij van binnen. Die dan denkt, ja, stel nou dat er echt maar 11 mensen komen. En dan sta je daar en dan, ja, weet je, ik ga gewoon heel erg veel twijfelen. En ik heb dus offertes aangevraagd en die gaan allemaal over de 4 getalletjes heen. Dus ik ontkom er niet aan dat ik ook ticketgeld ga vragen. Nu zat ik te denken tussen de 10 en de 15 euro. Dat haalt niet de kosten eruit van de zaalverhuur, maar dat is ook niet mijn intentie. Ik hoef hier geen winst op te maken. Ik wil gewoon een leuke dag. Maar als ik ticketverkoop doe, dan weet ik in ieder geval wel hoeveel mensen er specifiek komen. En dat is weer heel erg handig. Met goodie bags die ik aan iedereen mee wil geven. Zodat ik ook aan bedrijven kan vragen van, hey, willen jullie deelnemen aan de goodie bag? Lijkt het jullie leuk? En dan kan ik gewoon een beetje kijken hoe groot het wordt. Ik heb ook verschillende offertes aangevraagd voor hapjes. Zowel koud als warm. Dus ik dacht, als ik tussen de 10 en de 15 euro ga zitten, dan is het ook nog een leuk bedrag, zeg maar, om te komen. Want ik snap ook dat reiskosten voor mensen ook hoger gaan liggen als je naar Lelystad moet komen. Maar tegelijkertijd kan ik het niet voor 0 euro doen. Want dan heb ik gewoon geen overzicht. 2 euro, dat vind ik dan ook weer zo'n prijs. Dat ik denk, ja, 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 vraag dan niks. Dus in mijn hoofd, kijk, als ik 15 euro doe en er komen 80 mensen. En ik durf dat bijna niet te hopen, maar dat lijkt me dus geweldig. Dan is er al heel veel uit. En dan nog zit je natuurlijk met de goodie bags, mystery tassen, de verhuur van een fotoboot, eventuele aankleding, versiering. Dat zit er ook allemaal bij. Maar nogmaals, mijn intentie is niet om winst te maken of om er overheen te gaan. Ik vind het ook een mooi cadeau aan jullie. En ik weet dat de meesten het niet erg zouden vinden als ik toch entreegeld ga vragen. Maar ja, ik denk dat we het op deze manier gewoon moeten vastzetten dat ik het dit jaar ga doen. In mijn hoofd zit nu heel erg 16 november. Volgens mij kwam dat door een Instagram live wat ik deed. Ik was live op Instagram. Ja, de dag dat ik naar Malaga ging, zeg maar de dag ervoor zat ik in een hotel en ik ging even live. En toen ging het daarover en toen dacht ik echt, ja, ja. 16 november, dat is natuurlijk een van mijn favoriete periodes van het jaar. Want dan is het lekker cozy buiten. Dan kunnen we kaarsjes aan, lichtjes. Nou, dat vind ik helemaal gezellig. En een paar dagen daarna ben ik jarig. Dus dan voelt het eigenlijk alsof ik gewoon heel groot mijn verjaardag vier. Wat me dan echt fantastisch lijkt. Dus 16 november dan het feest. En 18 november ben ik jarig. En eigenlijk, als ik er alleen al aan denk, word ik er gewoon heel erg blij van. En natuurlijk had ik wel zoiets van met de locatie van, oh oké, okay, dat vind ik erg veel geld. Maar ik wil dat al zo lang dat ik denk, ja, ja, we gaan het gewoon doen. Dus nu hoop ik natuurlijk heel erg dat zoveel mogelijk van jullie komen. 16 november, ik heb nog niet definitief een locatie gevonden, dus het kan nog schuiven, maar eigenlijk wil ik dat niet. Als de locatie op 16 november niet kan, dan is dat niet de locatie voor mij. Ik wil 16 november 2024 mijn meet and greet geven. Het lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarover denken. En ik snap echt dat Lelystad niet voor iedereen haalbaar is, maar dit is ook maar een probeersel. En ja, nou ja, dan wil ik het liever gewoon iets kleiner aanpakken als eerste keer. En het is heel grappig, ik heb hele wisselende reacties gehad. Iemand die zei van, oh, ik kom uit België, ik moet 3 uur rijden. Geen probleem, dat doe ik. En iemand anders die zei weer van, oh, dan moet ik ruim 1,5 uur met de trein. Dat vind ik wel veel. Dus het is heel wisselend. Ik kan niet iedereen blij maken. En het beste wat ik dan
voor mij kan doen, is het om in ieder geval voor mij makkelijk te maken. En dat is dus in Lelystad. En ik vind Lelystad vrij centraal. Het is natuurlijk geen Utrecht, maar Lelystad, het valt echt wel mee. Dus ik heb daar in ieder geval heel erg veel zin in. Ik wil gewoon even het woord eruit gooien. En dat heb ik nu gedaan. Er komt een meet and greet. Ja, ik vind het ook heel erg gek. Nou, ik weet verder ook even niet wat ik er nu nog verder over kan delen. Want ik weet dus ook nog niks. Ik heb geen definitieve locatie. Maar laten we wel gewoon zeggen 16 november. En dan hoop ik natuurlijk dat jij er ook bij bent. Want dat lijkt me heel bijzonder om jou ook een keer in het echt te zien. Want jullie weten best wel veel over mij. En van de meeste van jullie weet ik niet eens hoe je eruit ziet. Dus om een beetje gezichten bij te hebben lijkt mij echt heel erg leuk. Dus hopelijk ben je erbij. Zet het in je agenda. Blok die dag alvast. En ik zie je in Lelystad. Ik ben aangekomen in Almere. Ik ben helemaal kapot. Ik had echt de hele tijd het idee dat ik in slaap ging vallen. Dus dat is echt mega gevaarlijk. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben wel blij dat ik er nu ben. Ik denk dat het mega druk is. Want ik sta letterlijk helemaal bovenaan in de garage. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Maar wij gaan aankomend weekend weg. En Revi heeft gewoon zo weinig kleren. En nu gaan we het weekend weg. En alle zwembroeken die zijn eigenlijk ook te klein. Dus ik hoop eigenlijk hier een zwembroek te gaan vinden. Even kijken hoor. Het is nu 10 voor 11. Gisteren werd ik ook ineens helemaal beroerd. Helemaal naar. Dat ik echt dacht, oké, dit is echt gewoon even mijn dag niet. Dus nou ja, vandaag gaan we verder. Eigenlijk moet vandaag deze vlog online. Dus ik kan niet heel uitgebreid de tijd hier gaan nemen. Als ik er dan toch ben, ga ik even naar de Primark en naar de TK Maxx. En dan zeer waarschijnlijk alweer naar huis. Schiet nou gewoon mijn bandje los. Ja. Oh, dit is leuk. Ja, hallo. De muziek bij de New Yorker stond natuurlijk weer gigantisch hard. En ik weet niet wat voor vorm van body dysmorphia ik heb. Maar telkens als ik dit soort dingen zie hangen, denk ik, oh, dit gaat zo leuk oversized staan. Zo lekker comfy, zo lekker groot. En dan heb ik het aan en dan denk ik, wat? Wat dacht ik? Dat dacht ik dus ook bij dit vestje. Ik dacht, deze gaat zo leuk staan bij zo'n mom jeans. Dit setje vond ik op zich wel heel leuk. Als je even de bandjes wegdenkt, mijn sportlegging en mijn UX. Alleen die rok schoon scheen gigantisch door. Ja, het is nu 4:30. Ik heb echt tijd tekort, want deze vlog moet over een 30 minuten online. Ik wilde hem meenemen, maar die rok scheen echt heel erg door. Dus ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Vond ik wel verstandig van mezelf. Is het heel erg als ik al stiekem Halloween spullen had gehoopt bij TK Maxx? Is er niet? Hoopte ik wel. Nee, dat is echt te vroeg, hè? Dan ging ik nog even de Primark in, want ik zie altijd bij iedereen gigantisch leuke dingen. In dit jurkje waren ze even de stretch vergeten. Er zit wel een ritje in, maar daar kon je precies niks mee. En toen had ik het heet. Toen had ik geen zin meer. Dus de rest kon mij gestolen worden, want ik wilde gewoon naar huis. Oké, het is nu 2:15. Ik kom net binnen en nu moet ik eigenlijk gewoon echt mega snel deze vlog gaan editen. Ik heb best wel wat gekocht, alleen het is letterlijk alleen voor de kinderen. Ook eindelijk even nieuwe schoenen voor Revi. Ik vond deze wel heel erg leuk. Dit worden dan niet zijn hoofdschoenen, zeg maar gewoon tussendoor schoenen. Oh, ik ben zo moe dat praten ook gewoon een beetje veel energie kost. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk de Van Haren niet meer in. Want ik was moe en ik wilde naar huis. En toen dacht ik, ik ga toch even kijken. Toen zag ik deze. En toen stond er een vrouw voor mij met een klacht. En dat duurde lang. En ik stond daar met die dikke trui. En mijn jas. En die tas. En deze. En ik had het heet. En ik dacht echt, ja, nu wil ik naar huis. Nu wil ik weg. Alleen, nu wilde ik ook die schoenen. En ik had honger. En ik moest toch nog een broodje halen. En ik dacht echt, ja, nou, ik blijf wel gewoon staan. Ik ben niet iemand die dan zegt, nou, mag ik even snel tussendoor afrekenen? Daar kan ik ook niet tegen als mensen zo zijn. Dus ik heb gewoon geduldig gewacht. Voor Leo nam ik een setje mee met een spijkerjasje en een shirt. Hij is helemaal into de dino's, maar vooral het spijkerjasje vond ik leuk. En dan nog een setje van 3 shirts. Ja, het is eigenlijk gewoon niet zo heel boeiend. Het is veel te duur, veel te veel, maar tegelijkertijd ook veel te weinig. Want als ik besef wat ik nu heb, is het eigenlijk helemaal niks. Ik was kwijt bij de H&M €167,17. En je zou denken, wat veel, maar eigenlijk is dit wat je hebt. Ik weet niet waarom die bon zo ellendig lang is. Dit is het.
Maar goed, ik moest wat lange mouwen dingen, wat lange broeken. En ik dacht, nou, dan neem ik ook maar wat t-shirtjes mee en een vest. Niks oranjes meer in de stad te vinden. Ik ben al een hele week op zoek. Nu ga ik editen. Deze vlog. Dat in ieder geval om 4 uur online staat. Dus ik wil je ook verder bedanken voor het kijken naar deze vlog. Volgens mij is er niet echt iets heel boeiends gebeurd. Ik merk ook gewoon dat ik echt heel down ben. En echt heel moe. Maar ik denk dat dat komt omdat ik echt gigantisch ongesteld ben. Sorry voor de too much information, maar het is niet normaal hoe erg mijn menstruaties zijn. Goed. Dat gezegd hebbende, hoop ik toch dat jullie het een leuke vlog vonden. Als het zo was, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Hopelijk zie ik jou 16 november bij de meeting. Laat even weten als je nog vragen hebt over hoe, wat, waar. Nou ja, de meeste dingen heb ik al gezegd. Maar vragen die, waar je nog geen antwoord hebt gehad? Dan hoor ik het graag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei doei! Mwah.